Het college gaat ijsportcentrum wegbezuinigen. Jongen overleden na ongeluk bij Aquabest. En meisjes gaan voor techniek tijdens Summer Loves Technics. Het komt als een klap voor schaatsliefhebbers en ijshockeyers in de stad. Als het aan het Eindhovense college ligt, gaat het ijsportcentrum definitief dicht. Ijsverenigingen staan op hun achterste benen. Ja, het is een absolute ramp. Uh, we hebben al problemen bij de campanen financieel. Het is moeilijk om aan sponsoren te komen. Uh, als het volgend jaar dichtgaat, zouden we nog één seizoen kunnen spelen. Maar sponsoren die weten van een club bestaat nog maar één jaar, die gaan echt niet meer sponsoren. Dus voor ons zou het waarschijnlijk betekenen dat we op zeer te korte termijn al zouden moeten stoppen. Schaatsen is de, de bindende factor. En zodra die ijsbaan wegvalt en we één keer in de tien jaar natuurreis hebben. Dan wordt dat natuurlijk wel heel veel minder. Okay. Want stel hij zou inderdaad wegvallen, wat dan? Ja, wat dan? Dan zouden we met bussen naar Tilburg kunnen gaan, maar ik zie ons niet met 800 leden naar Tilburg gaan. Dus als er dan al iets overblijft, zal dat een veel kleiner clubje zijn. Al jaren leidt het ijsportcentrum verlies. Het vorige college wilde daarom de ijsbaan sluiten, maar dat stuitte op veel verzet van sporters en ook de gemeenteraad. Het college beloofde de ijsbaan overeind te houden. En dus werd er gekeken of er meer verdiend zou kunnen worden met evenementen of sponsors. Maar het doek valt nu dus alsnog. Ja, je, je snapt zoiets niet. Uh, het verbaast mij enorm dat het nu toch weer zo concreet uh, het geval is dat het waarschijnlijk gaat sluiten. We hadden inderdaad ook verwacht: het is voorbij, uh, er is rust, voorlopig is er een ijsbaan. Maar blijkbaar is het niet het geval. Vier jaar lang zijn, hebben we substantieel meer huur betaald voor het ijs. Dat doe je niet voor niks. We hebben onze leden meer contributie moeten laten betalen. Dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Daar hebben we heel veel energie in gestoken om dat allemaal te beargumenteren. En dan blijkt nu dat je dat toch eigenlijk voor niks gedaan hebt. Wethouder van Kaathoven was niet bereikbaar om voor camera te reageren. Wel, schrijft ze. Het ijsportcentrum is een verouderde en zeer kostenintensieve accommodatie, onder meer door de dure installaties om ijs te maken. De bezoekersaantallen voor zowel gebruik door verenigingen als recreatief lopen al jaren terug. Daarnaast zijn de ijsporten als schaatsen en ijshockey geen kernsporten. Ingrijpende beslissing is dit zeker en de vraag is dat of dat de juiste is voor, voor, voor de gemeente Eindhoven, want de ijssport als zodanig verdwijnt daarmee geheel als dit doorgaat. Als het aan de wethouder ligt sluiten de ijsbanen op 1 juli 2016, maar dan moet ze het voorstel eerst nog door de gemeenteraad weten te loodsen.